Wist je dat er eigenlijk heel veel bodemleven in de grond zit? Als je de oppervlakte pakt van ongeveer een hectare. Twee voetbalvelden? Ongeveer twee voetbalvelden. Als je de bovenste 25 centimeter daar uittilt, waar de gewassen groeien. Als je alles in kilo's zou vertalen, dan lopen er 7 koeien aan bodemleven elke 25 centimeter, elke hectare. Joh, ja. Dus we zijn niet alleen hier? We zijn echt niet alleen hier, nee. Als je denkt alleen een rondje te gaan lopen, je bent echt niet eenzaam. Welkom bij Natuurlijk Flevoland. We houden ons bezig met de grond, samen met Paul. Grondleven vandaag aan de orde. En we zijn op zoek, ja, ik denk aan mollen, die vind je nu wel in het voorjaar, maar ja. Die lopen hard weg. Waar zoeken we naar? We zoeken eigenlijk naar wat kleine beestjes die in de grond leven. En een aantal daarvan kun je zien, hè? Mol kun je zien, maar een worm ook. En we hebben al een klein gaatje gespit en we hebben toch een wormpje ondanks de kou gevonden. Joh. Ja, die zit hier aan deze kant. Zit ongeveer op 20 centimeter. Heel klein, dun wormpje. Is ook heel traag, hè? Hij beweegt maar heel langzaam. En je ziet ook, het is wel zware grond ook hier waar we nu zijn. Maar je ziet ook dat die grond hier helemaal blauw geworden is. Ja. En dat komt eigenlijk doordat het van boven zo nat is geweest. Als de grond blauw wordt, dat betekent eigenlijk dat al het zuurstof eruit opgebruikt is. Net als bij mensen. Als jij te weinig zuurstof... Ook blauw. Word je ook blauw. Dat klopt, ja. Okay. Ja. Maar je ziet dat ondanks dat het zo vroeg in het jaar is, dat het toch al wel... in de grond al heel hard gewerkt wordt om de boel weer op te knappen. En daar draagt deze worm aan bij? Ja, die worm draagt daar zeker aan bij. Het is maar één wormpje, hè? Ja. Zo weinig, toch? Dat klopt, dat is heel weinig. Maar kijk, ik heb een theelepeltje. En als je goed kijkt, dan zie je nog veel meer wormpjes. Ik zie helemaal niks, ik zie alleen maar klei. En toch is dat niet zo, want in dit kleine beetje grond, één theelepeltje grond, daar zitten honderden, soms duizenden aaltjes in. Wil ik dat wel weten? Dat is heel interessant. En dat zijn eigenlijk een soort kleine wormpjes, hele kleine wormpjes. Daar barst het dus van. Die kunnen we zo niet zien? Kunnen we zo niet zien, dat kunnen we alleen maar zien in een laboratorium. En dan gaan we nou even kijken. We zijn hier bij het laboratorium in Dronten. En daar kunnen we heel goed zien, levensgroot, hoe die alen eruit zien. Levensgroot? Ja. Dat wil ik helemaal niet, joh. Ja, pas op dat je schrikt ervan, hoor. Ja, Bart, als ik dit zo zie, dan denk ik, dat is een eng beest. Moet ik nou blij zijn dat die aaltjes bestaan, of wat? Ja, dan moet je zeker blij zijn, want zonder die aaltjes zou je geen gezond gewas kunnen telen als boer. Want er zijn heel veel aaltjes die... ervoor zorgen dat er allerlei voedingsstoffen beschikbaar komen voor het gewas. Hoeveel soorten zijn er? Ja, nou, in Nederland kan je al iets van 1000 soorten aaltjes echt aantreffen. Echt waar? 1000? Ja. En helaas zijn er ook een aantal bij die van de plantjes eten. En dat is dan weer de keerzijde van aaltjes, dat die aaltjes ook schade kunnen berokkenen in het gewas. Die tassen met name de aardappels, ja. Gaat het dan om, hè? Nou, met name in de aardappels heb je het aardappelcistenaaltje. Dat is een aaltje dat heel veel schade kan geven in de aardappel. En wij onderzoeken hier op het lab jaarlijks zo'n 60.000, 70.000 monsters. Om te kijken of daar van die schadelijke aardappelcistenaaltjes aanwezig zijn. Ja, want aaltjes zijn er sowieso altijd. Dat is dus ook goed. Die zijn er altijd. Nou, gelukkig zijn de meeste zeer nuttig en onschadelijk. Alleen een paar daarvan, ja, die kunnen economische schade geven. Ja, maar wat ik begrijp is, die kruipen dan de plant in en die prikken de cellen, ja, aan? Of? Ja, die plantparasitaire aaltjes, zoals we dat noemen, die kan je herkennen doordat ze in de kop een stekeltje hebben. En daarmee kunnen ze die cellen aanprikken. En dan eten ze van die cellen. En dat vindt zo'n plant natuurlijk niet zo fijn. Dus als die heel veel aangeprikt wordt, ja, dan gaat die op een gegeven moment natuurlijk minder hard groeien. Of misschien zelfs wel dood.
Nou, dit is een perceel wintertarwe. Wintertarwe? Ja. Wat is wintertarwe? Wintertarwe is, dit is gezaaid in oktober, dus oktober 2012, afgelopen najaar. En dat staat nu al heel mooi boven. En dit wordt geoogst zeg maar eind juli, begin augustus. En daar kun je onder andere brood van bakken. Nou, we zijn hier op zoek naar een heel klein zeg maar soort diertje, bodemleven. Nog kleiner dan de aaltjes waar we net waren, schimmels. De wintertarwe die hier staat heeft vaak last van schimmels die gewoon in de grond liggen te wachten totdat er een tarweplantje gaat groeien. Joh. Ja, en dan door de regen die er valt, spettert eigenlijk dat schimmeldraadje omhoog vanaf de grond, omhoog op het plantje. Dat kan zelf niet lopen? Hij kan zelf absoluut niet, hij kan helemaal niet bewegen, hij kan alleen maar groeien. Dus dat regendruppeltje dat spettert op de grond en dat ketst weer omhoog tegen het jonge blaadje aan van de wintertarwe. En dan krijgt dat schimmeltje de kans om dat blaadje te groeien. En dat kun je nu eigenlijk al zien aan het gewas. En waar kan je dat aan zien dan? Nou, waar ik naar zoek. De blaadjes zijn natuurlijk sowieso wat verdord. Dat komt door de vorst. Die zijn eigenlijk gewoon stuk gevroren. Zo'n bladpunt hier is stuk gevroren. Dat zijn wel invalspoorten ook voor die schimmels, omdat dat beschadigd blad is. Je kunt het met het blote oog eigenlijk nauwelijks zien. Dan moet je met de loep, ik heb een loep bij me, kun je zien of dat er een bepaalde ontwikkeling van een schimmel is. Dus het is ook nog zo, daar waar het plantje wat verzwakt is, is de kans groter dat die schimmel een kans krijgt. Ja, vaak is dat zo. Niet altijd, maar vaak is dat zo. Gaat dan om die zwarte stipjes? Ja, die zwarte stipjes laten zien dat er een schimmel zit. Okay. Als het wat warmer wordt, dan gaat hij verder het gewas in groeien. En als je daar dus niks aan doet als teler zijn, dan wordt je gewas heel erg ziek. En dan heb je dus gewoon een hele slechte opbrengst. Maar heb je het dan over een klein beetje of verspreidt het zich heel snel? Nou, dat zit overal. Het is niet zo dat deze schimmel nou alle planten in de buurt aantast. Want overal liggen die schimmels gewoon in de grond. Maar wat kan een boer daar nou aan doen dan? Die boer die kan met bepaalde middelen kan die voorkomen dat het gewas ziek wordt. Zeg maar medicijnen. Dus die spuit in een vroeg stadium, zeg maar over een week of drie, vier begint dat. Spuit hij er een medicijntje overheen. Waardoor de schimmel eigenlijk stil komt te staan en het gewas gewoon door kan groeien. Oké, dat kan geen kwaad, want dat is dan weer wat wij denken. Je bedoelt kwaad voor de mens? Ja. Nee, dat kan absoluut geen kwaad voor de mens. Dat is denk ik niet lekker, maar je kunt het haast door de koffie gooien, daar krijg je helemaal niks van. Okay. Dat is puur echt heel selectief werkt dat alleen op die schimmel. Het is altijd wel zaak om te kijken of het nodig is om te spuiten. Er zijn jaren bij dat het helemaal niet nodig is. Daar doen we het ook helemaal niet. En om te kijken welke soort schimmel het is. Om te kiezen in welk medicijntje daar het beste eigenlijk opgezet moet worden. En wat de meeste telers tegenwoordig doen, is dat ze proberen een ras uit te zoeken wat minder gevoelig is voor die schimmels. Daar wordt natuurlijk op veredeld. En er komen steeds betere rassen die wat beter tegen die schimmels kunnen. Het is wel ook de reden dat je kunt hier niet altijd alleen maar tarwe telen. Dus hier staat volgend jaar staan hier bijvoorbeeld weer bieten. Het jaar daarna staan er weer uien. Ja. Het jaar daarna staan er weer aardappels. Variaties. Ja. Door het slechte bodemleven, de verkeerde schimmels en de verkeerde aaltjes, moet je zorgen dat de gewassen over de kavels heen roteren. Anders dan wordt de boel zo ziek, dan put je de grond echt uit. Met de schimmels in de wintertarwe zijn we eigenlijk aan het eind gekomen van onze aflevering. Hoewel, we moeten ook even kijken naar onze plantjes. Ja. Daar zitten geen schimmels in, hè? Nou, nog niet. Ze beginnen mooi te groeien. En hopen dat er geen schimmeltje in komt. Trouwens, dat gaan we volgende week doen. We gaan volgende week kijken naar voeding. Die planten die kunnen we zo wel in de grond zetten. Maar als we er niks bij doen, dan gebeurt er niet zoveel. Dan worden ze nooit groot. Deze gaan heel snel, hè? Onze slaapplantjes. Ja. Jij hebt wat bij, hè? Kan je dat best. Kunnen we dat er gewoon bij doen? Ja, nou, dit is eigenlijk niet de goede soort kunstmest voor die plantjes. Oh. Dus eigenlijk zou ik zeggen, doe dat niet de volgende week. Oké. Okay. Doe toch stiekem. Wilt u nou zien hoe snel dit gegroeid is? Dat kan. Kijk dan op onze Facebook-website. Zeg ik dat goed? Facebook-website? Facebook. Kijk dan op Facebook van Omroep Flevoland. Wat voor pagina is dat? Natuurlijk Flevoland.